Een minor is een pakket aan onderwijs, een aantal vakken die je in een half jaar tijd aan een universiteit kunt volgen. The benefit of a minor is that it helps you to contextualize what you learn in your specific field of study. The minor that I will be teaching is called Decolonizing Europe. History is important in order to remind us that the fact that Europe is dealing with the outside world cannot be seen separate from that colonial history. And therefore, it is a minor that is, I think, relevant for students with a very diverse background. Ik coördineer de minor Erfgoed en Ruimte, waarin we met studenten van allerlei verschillende richtingen, ook van het HBO, gaan kijken naar de rol die het verleden, erfgoed, kan spelen in de ruimtelijke ontwikkeling voor de toekomst. Wat studenten echt leuk vinden aan de minor is de combinatie van aan de ene kant een goede, stevige theoretische basis, maar ook heel veel kennismaking met professionals uit het veld en spannende erfgoedlocaties. I'm studying criminology and I did a minor English. I've always wanted to study abroad. They want you to have a good level of English. So now with this minor, it makes it easier to get accepted. Ik studeer psychologie en op dit moment doe ik de minor filosofie. Ik denk dat de link vooral is dat bij psychologie leer je echt het gedrag van mensen daarop in te gaan. En bij filosofie leer je ook de gedachten, zeg maar, erachter. Als je even uit je eigen discipline stapt, dan kun je op een heel andere manier kijken naar wat die discipline in de samenleving betekent. And it will help you in the future to understand your study even better.